Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam gaat samen met de GGD de mensen benaderen die besmet zijn geraakt met een zeldzame variant van de Klebsiella bacterie. Gisteren werd duidelijk dat in het ziekenhuis 34 mensen de betreffende bacterie hebben opgelopen. 5 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar ze zijn niet ziek van de Klebsiella. Wel worden ze in afzondering verpleegd om verspreiding van de bacterie te voorkomen. In maart van dit jaar kreeg het Maastad ziekenhuis een patiënt binnen met een bacterie die resistent bleek tegen de meeste antibiotica. Toen die patiënt werd overgeplaatst naar het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam, werd de besmetting daar ook gemeld. En in het Slotervaart werd ontdekt om welke bacterie het precies ging. Pas daarna is het RIVM ingeschakeld. Omdat het maar om 1 patiënt ging, hoefde dat ook niet eerder gemeld te worden. Dat moet pas bij 2 besmettingen. Volgens het Maastad ziekenhuis is het dan ook niet bewust maandenlang stilgehouden. Maar terugkijkend is de Klebsiella al vorig jaar aanwezig geweest. Wij zijn nu gaan terugkijken in materialen die we bewaren van patiënten. Zijn we gaan terugkijken vanaf wanneer speelt het eigenlijk. En toen hebben we bij 1 patiënt in oktober vorig jaar het al kunnen constateren. Nu, omdat we nu pas die test kunnen doen, dat het toen een patiënt is geweest met die bacterie. In het ziekenhuis liggen nu 5 mensen die de bacterie bij zich dragen. Ze zijn niet ziek van de Klebsiella, maar worden wel afzonderlijk verpleegd om verspreiding te voorkomen. Volgens de GGD is dat nu ook het belangrijkste. Enerzijds hebben we gezien dat nu in de ziekenhuis de situatie dusdanig onder controle is dat verder verspreiding niet kan plaatsvinden. En daarnaast hebben we geconstateerd van nou, er zijn een aantal mensen, dat weten we nu, die ook de bacterie bij zich hadden. En die mensen gaan benaderd worden, zodat we kunnen kijken van hebben die mensen die bacterie nog bij zich? En zo ja, wat betekent dat dan? Er zijn in elk geval 29 mensen die de bacterie nog bij zich zouden kunnen hebben. Daarvoor willen we eigenlijk dat echt ook bij al die mensen nagaan van hebben ze die bacterie niet verder kunnen verspreiden. Vanochtend heeft het ziekenhuis overlegd met het RIVM over de besmetting. Die komen toetsen of verder goede dingen doen. Die geven ook advies en die zeggen ook wat jullie gedaan hebben ten aanzien van dat stuk. Het geïsoleerd verplegen en zoals jullie dat doen is ook datgene wat je moet doen. Maar wat betreft het melden van de besmetting vinden RIVM en GGD dat dat wel wat eerder had gekund. Nou, wij willen als GGD altijd inderdaad dit soort bijzondere zaken zo snel mogelijk weten. Het ziekenhuis is het daarmee eens en gaat in de toekomst besmettingen eerder melden. In Rotterdam zijn vanochtend de eerste gelddiploma's uitgereikt. Prinses Maxima kwam er speciaal voor naar de Kralingse school in Rotterdam. Om zo'n diploma te krijgen moeten kinderen leren om te gaan met geld. Want er zijn steeds meer kinderen die al op jonge leeftijd schulden maken. Bijvoorbeeld door flink te bellen met hun mobiele telefoon. De volgende stelling. Heb je met een dure mobiel meer aanzien? Even met elkaar eerst. Een paar weken lang kreeg groep 8 van de Kralingse school les in goed omgaan met geld. Vandaag was de diploma-uitreiking en daarvoor kwam hoog bezoek. En als prinses Maxima bezoek komt, dan moet alles spik en span zijn natuurlijk. Even voor 10 werden de laatste puntjes nog op de i gezet. En ook al zit je dan pas in groep 8, je moet er natuurlijk wel goed uitzien als prinses Maxima bezoek komt. En dat geldt ook voor de heren. Nou, omdat ik vond het wel leuk om even een pak te gaan. Even na 10 arriveerde de prinses en werd ze uitbundig welkom geheten. Daarna maakte de juf eerst even kennis met Maxima en dat verliep hartstikke soepel. Het was heel gemoedelijk sfeertje net in de personeelskamer, dus prettig om gesprek mee te voeren met de prinses. Heb je nog iets leuks gezegd? Heb ik nog iets leuks gezegd? Heb zij nog iets leuks gezegd? Ze praat altijd over haar kinderen en dat is toch wel heel... Dat breekt meteen eigenlijk het sfeertje, dus dat is wel heel prettig. Ja. En dan is het eindelijk zover, de diploma's worden uitgereikt. Na de uitreiking spoedde de prinses zich naar het schoolplein waar ze hartverwarmend werd toegezongen. Het schoolplein was alleen toegankelijk voor leerlingen, maar de ouders in Kralingen leken inventief en gedroegen zich als heuse paparazzi. Nou, om naar Maxima te kijken, vanzelfsprekend. Ja. U mocht er niet bij? Nee, de ouders die mochten niet op het plein vandaag. Nee. Nu heeft u stiekem toch gekeken? Ja, nou ja, dit mocht wel hoor. Dit was heel legaal. Ja, en even na 11 uur vanochtend vertrok Maxima weer uit Rotterdam.
Even een tijdje terug in de tijd. Het is een van de gruwelijkste moorden uit de Nederlandse geschiedenis. De moord op de gebroeders De Wit uit Dordrecht. Vermoord in 1672 uit politieke overwegingen en daarna door woedende tegenstanders in stukken gesneden. Meer dan 300 jaar is er gedacht dat er van de gebroeders De Wit slechts een teen en een tong bewaard zijn gebleven. Maar nu is duidelijk geworden dat de teen geen teen is, maar een vinger. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft meegeholpen aan het maken van een verzamelbundel vol misdaadverhalen. Een van die verhalen daarin gaat over de gebroeders De Wit. Uiteindelijk heeft het NFI besloten de overgebleven lichaamsdelen van de gebroeders De Wit ook echt te gaan onderzoeken. De tong en teen die in het Haagse Historisch Museum liggen zijn onder de microscoop bekeken en er zijn röntgenbeelden van gemaakt. De onderzoekers kwamen tot een opmerkelijke conclusie. Het is een van de vingers. Wat verder kan worden gezegd is dat die iets wat beschadigd is hier. En dan zeg ik dit kootje hier en een stukje van het laatste kootje daar. Ik ben niet de enige die natuurlijk dat heeft gedacht van het is erg lang voor een teen. Er zijn een hele hoop museumbezoekers geweest die hebben zich dat altijd afgevraagd. En nu is komen vast te staan dat het er werkelijk om een vinger gaat. In het nieuwe programma Stille Getuigen, straks na het Rijnmond Nieuws, veel meer over het onderzoek op de vinger en de tong van de gebroeders De Wit. Nou, plaag is dat je bijvoorbeeld één duwtje geeft, wat die ander dan wel een beetje leuk vindt. En pest is dat je het steeds maar weer doet. Opnieuw zijn vissers langs de Nieuwe Waterweg verrast door een plotselinge hoge golf van een langsvarend schip. Afgelopen weekend werd een man door de golf van de pier bij Hoek van Holland geslagen. Hij belandde tussen de rotsblokken in de Noordzee. Twee andere vissers werden meters over de pier meegesleept door het water. Een maand geleden overleed een visser bij de Maaslandkering toen hij werd overvallen door een hoge golf. Ik zat hier. De golf komt aan en ik lig daar. Ik denk nou nog een seconde later. Het is 11:30 s'avonds als kok Otterspeer met twee buurjongens aan het vissen is. Het water staat niet extreem hoog en ook van een stormachtige wind is geen sprake. Toch worden ze verrast. Er komt een schip voorbij. Het water wordt weggezogen. En voordat ik het wist, had ik een golf over me heen en ik lag hierachter. Ook Jesse van der Pol ziet de golf niet aankomen. En we zijn zo, ik denk, een meter of 40, 50 meegetrokken. Het ging zo hard. En we moesten ons met onze benen van die rand aftrappen om er niet overheen te vliegen. Kok Otterspeer vist al een jaar of 10 op de pier van Hoek van Holland. Maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. De borden en hekken op de populaire pier waarschuwen wandelaars en vissers voor langsvarende schepen. Dat er wel water op staat, dat kan gebeuren, dat weet je. En ook als het slecht weer is, kan het ook gebeuren dat er water op staat. Als er een bootje bij komt, kan, maar dit. Dat je langs de Nieuwe Waterweg op je hoede moet zijn, beamen veel vissers. Toch gaat het dus soms mis. Een maand geleden werd een visser uit Den Haag verrast door een golf. Hij overleed. De deelgemeente Hoek van Holland en Rijkswaterstaat laten weten voorlopig nog geen maatregelen te nemen. Want de borden hier op de pier moeten mensen toch voldoende waarschuwen. En ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Daarnaast, met het afsluiten van de pier, maak je niet veel mensen gelukkig. Nee, zeer zeker niet. Nee. Maar als je nou ziet hoeveel mensen hier al staan te vissen en wat er gebeurt, dan gebeurt er nooit wat. Ik denk dat je een hele hoop mensen boos gaat maken dan. Want ja, dit is gewoon de visplek. Komt u hier nog om te vissen, denkt u, binnenkort? Ik wacht even. Vooral niet 's nachts. De politie heeft geen meldingen binnengekregen en weet niet van welk schip de golf afkomstig was. Waterschap Rivierenland gaat dijken in de Alblasserwaard extra controleren in verband met de droogte. In een aantal dijken zitten al scheuren en als die groter worden en er wordt niets aan gedaan, dan kan de dijk scheuren. Het gaat alleen om dijken van de binnenwateren en niet om dijken langs de rivier. Het gemaal bij Kinderdijk staat stil. Simpelweg omdat er geen water is om de polder uit te pompen. Per vierkante meter is dit voorjaar ruim 150 liter water te weinig gevallen. Meer dan 100 kilometer dijk wordt daarom door dijkwachten nauwlettend in de gaten gehouden. Scheuren waarvan we verwachten dat die problemen zouden kunnen gaan opleveren, die gaan we monitoren. Dus die gaan we vastleggen, gaan we lengte, breedte van bepalen, waarschijnlijk ook piketjes bijslaan. En dan kijken hoe die zich in de loop van de tijd ontwikkelt. De eerste scheuren zijn al zichtbaar, sommige wel tot 30 centimeter diep. Ja, hier zie je zo'n scheur. Als we de bovenmat een klein beetje los trekken, dan gaat er met je hand in. Dan voel je inderdaad, dan voel ik hier de bodem, dus een 20 centimeter ongeveer. En hoe of te droger, hoe of te dieper?
Ik voel hier met mijn vingertoppen is het gewoon is het vrij vochtige grond. Dus dat betekent dat er nog redelijk wat water in de kade aanwezig is. De situatie is dus nog nergens ernstig, maar kan dat wel worden als er niks gedaan wordt? Nou, als die scheuren extreem groot worden, betekent dus dat er grond zich verplaatst. Ja, en als grond verplaatst, dan is dat nooit goed voor een waterkering. Dat kan je wel voorstellen. Dan zou het kunnen breken? Dan zou die kunnen wegschuiven en breken met gevolg dat het water uit de boezem de polder instroomt. Het calamiteitenteam van het waterschap voert de controles uit. Deze beginnen maandag. Boeren zijn daarom gevraagd hun kades extra te maaien. Het allereerste RopaRun-centrum ter ondersteuning van mensen met kanker is sinds vandaag officieel geopend. De opbrengst van de jaarlijkse sponsor-estafetteloop van Parijs naar Rotterdam ging altijd al naar verschillende projecten voor mensen met kanker. Met de komst van het centrum wordt er weer een nieuwe stap gezet in de 20-jarige geschiedenis van het evenement. Iedereen die op een of andere manier met kanker te maken heeft of heeft gehad, kan er terecht. Het RopaRun-centrum naast het Maastad ziekenhuis. Patiënten zelf, maar ook hun naasten en familie. Voor professionele hulp of gewoon voor een praatje en een luisterend oor. Het is niet alleen maar professionele zorg door psychologen, maar ook gewoon binnenlopen, praatje maken, informatie krijgen en gewoon ook hier zijn. Het is ook gewoon een hele plezierige omgeving. De echte medische hulp vindt natuurlijk in het ziekenhuis plaats. Maar het unieke aan het RopaRun-centrum is dat er allerlei vormen van ondersteuning samenkomen en samenwerken. Pruikenmakers, een afdeling voor reïntegratie in de maatschappij. Een eigen plek voor allochtone mensen met kanker. Psychosociale zorg, noem het maar op. Als mensen hier bij de pruikenmaker komen en daar blijkt uit de verhalen dat er behoefte is aan de psychosociale zorg bijvoorbeeld. Dan kan dat gelijk hier in het centrum in één moeite door plaatsvinden. Perfect dat dat natuurlijk ook allemaal samen kan. En als ik zie hoe dit is ingericht hoeveel aandacht er is gegeven aan toch te verfijnen dingen, dan zeg ik van nou, dat is prachtig. Ongeveer een jaar geleden werd het plan voor het centrum geboren en nu staat het er dus al. Er zijn natuurlijk altijd heel veel beren en hobbels op de weg. En op een gegeven moment moet je het misschien ook gewoon doen. En dat hebben we gedaan samen met RopaRun. Dus daar ben ik blij mee dat het uiteindelijk staat. En dat er hopelijk nog meer centra gaan volgen in de toekomst. Want dat is wel het idee. Enthousiasme genoeg dus. Maar misschien was het ook gewoon hoog tijd voor zo'n centrum. Want kanker is hoe dan ook een ziekte die erin hakt. Je ziet ze wel weer opbeuren natuurlijk als ze wel weer met haar de deur uitgaan. En dat ze zich toch weer eigenlijk vrouw voelen, hè? Want dat is het grote probleem. Het haar verliezen is moeilijk, is heel moeilijk. Nou. Het sportnieuws komt van Sinclair Bisschop op de redactie. Sinclair, Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Ja, want de huidige sponsor ASR die willen mee stoppen per 2012. Mocht Feyenoord dan nog geen nieuwe sponsor hebben, gaat het in ieder geval nog wel door tot 2013. Dan hebben we ook nog nieuws over Jos van Eck. Want de man die het afgelopen half jaar interim trainer was bij Sparta, gaat aan de slag bij Quick Boys. De ploeg uit Katwijk kwam het afgelopen jaar uit in de hoofdklasse. En ze hebben nog een kans om zich te kwalificeren voor de topklasse. En dan staat zaterdag de finale van de Rijnmond Cup op het programma. En die gaat tussen? Jodan Boys en Barendrecht. Jodan Boys plaatste zich al voor die finale. En Barendrecht deed dat gisteren ten koste van sportclub Feyenoord. En Sian detail is dat die finale komende zaterdag nou uitgerekend op het terrein van sportclub Feyenoord wordt gespeeld. Het duel tussen Barendrecht en sportclub Feyenoord werd gespeeld op het veld van Heerjansdam, omdat het veld in Barendrecht er al uit ligt. En lang is de stand 1-0 voor Barendrecht, maar Jasper van Eyck maakt in de slotfase toch nog de 1-1. Waardoor het duel tussen de topklasse Barendrecht en hoofdklasse Feyenoord beslist moet worden via strafschoppen. De eerste misser is van een Feyenoorder, want deze bal van Marlon van Oranje wordt gestopt door Barendrecht doelman van Zwieteren. Ook de volgende strafschop van een Feyenoorder pakt hij. Romain van Brugge is de pechvogel. Barendrecht heeft geen problemen vanaf 11 meter. En Alex van Dommelen scoort en weet dan dat Ronnie Nouwen moet scoren. Maar de oud-prof van Excelsior raakt de paal. En dus staat regerend kampioen Barendrecht zaterdag in de finale tegen Jodan Boys. De spelers vierden een bescheiden feestje, terwijl trainer Jack van den Berg niet al te blij leek met de finale plaats. Ik begrijp het ook niet. Ik begrijp niet dat voetbal is gewoon een hartstikke leuk spelletje. En zeker als je de bal hebt. In de eerste helft doen we het hartstikke goed. In de tweede helft dan is het ineens helemaal over. En dan is het gewoon flipperkast. Hun de bal, wij de bal, zij de bal, wij de bal. Dat is niet leuk. Volgens mij is dat niet leuk. Dan moet je verdedigen en dan moet je ook die bal aanlopen. Maar oké, misschien vinden zij het wel leuk. Ik weet het niet. Maar het is tikkie cynisch. Maar...
De reislustige gehandicapten in Gorinchem zijn vanaf vandaag iets mobieler. Op het treinstation is spoor 2 weer bereikbaar met de rolstoel. Het overpad werd eind vorig jaar weggehaald en daardoor konden mensen in een rolstoel met geen mogelijkheid meer dat perron bereiken voor de trein naar Dordrecht. Daar gaat hij, jongens. Jippie, nu. Yes. Vanwege strengere veiligheidseisen moest het overpad worden weggehaald. Voor rolstoelers leverde dat een probleem op dat nu, na 5 maanden, pas is opgelost. We mogen weer meedoen, hè? We waren even uit de samenleving gecorrigeerd van nu even niet. Maar we mogen er weer zijn, we kunnen weer reizen. Wanneer we zelf willen en met begeleiding. Het station van Gorinchem is nog niet helemaal rolstoelvriendelijk. Er is nog altijd hulp nodig om het perron te bereiken. Over 2 jaar komen er liften en dan kunnen gehandicapten volledig zelfstandig reizen. Pesten op school is een serieus probleem. Maar in welke mate het precies voorkomt bij erg jonge kinderen is nog niet echt bekend. Het Erasmus MC doet, samen met het project Generation R en de GGD, onderzoek naar hoe kinderen met elkaar omgaan op Rotterdamse basisscholen. Maar hoe onderzoek je dat bij kinderen van 6, 7 of 8 jaar? Een reportage vanuit de Jena-plantschool De Kruidenhoek in Ommoord. Wordt er hier op school wel eens gepest? Nou, af en toe, maar meer geplaagd. Niet echt pesten. En wat is het verschil? Nou, plagen is dat je bijvoorbeeld 1 duwtje geeft, wat die ander dan wel een beetje leuk vindt. En pesten is dat je het steeds maar weer doet. Dat ze soms wel buitengesloten worden met heel veel kinderen en dan mag er 1 niet meedoen. Dan word ik bijvoorbeeld aan het klimrek geduwd. Dat was al een keer. En dan zeg ik, juffrouw, jongens pesten mijn vriend. En dan komt de juffrouw naar ze toe. Op gewone vragen aan jonge kinderen komen niet altijd betrouwbare antwoorden. Daarom hebben de onderzoekers een speciaal computerspel ontwikkeld, waarmee spelenderwijs in kaart wordt gebracht hoe het zit met de vriendschappen op school en het eventuele pesten. Kijk, daar is de schoolbus en jij bent de chauffeur. Je gaat op schoolreis naar de dierentuin. En hier zijn je klasgenoten. Jij mag kiezen wie je meeneemt op reis. Klik op de foto's van de kinderen die je mee wilt nemen. Pesten is als er expres en elke keer weer vervelend tegen iemand wordt gedaan. En diegene die wordt gepest, die vindt het helemaal niet leuk. En die wil het graag stoppen, maar die weet niet wat hij er tegen kan doen. Maar als het maar 1 keertje gebeurt, of per ongeluk, of 2 vriendjes die plagen elkaar een beetje in een spelletje en die vinden het eigenlijk allebei wel leuk, dan is het natuurlijk geen pesten. Het is alleen dus pesten als het expres en elke keer weer gebeurt. Moet je eens kijken. Hij wordt geduwd door een kind uit zijn klas. Dit gebeurt wel vaker. Hij vindt het heel erg moeilijk om hier iets tegen te doen. Doet iemand uit de klas dit vaak bij jou? Klik op het ja-knik in de hoofd als iemand in je klasje vaak slaat, schopt. Wie slaat, schopt of duwt jou vaak? Klik op hun foto's. We weten best al veel over de oudere kinderen, daar is al meer onderzoek naar gedaan. Maar juist bij deze groep weten we nog heel weinig. We weten vooral dat als het heel jong begint, dat het dan ook ernstiger is voor het kind dat gepest wordt. Maar hoe het echt, welk beeld, welke vormen er zijn en hoe die voorkomen, daar weten we nog best weinig van. En met dit onderzoek proberen we daar meer kennis over te krijgen. Er is inmiddels al op 20 scholen onderzoek gedaan. Echt een beeld geven van hoe het zit met het pesten op deze leeftijd kunnen de onderzoekers nog niet. Maar iets is al wel duidelijk geworden. Dat er bij de jongens vooral meer fysiek gepest wordt en bij de meisjes meer relationeel. Dus buiten sluiten of lelijke dingen zeggen tegen elkaar, dat zien we al wel. De scholen die meedoen hebben er zelf ook iets aan. Ja, ze krijgen dus zo snel mogelijk na het onderzoek krijgen ze het rapport met daarin onze bevindingen. En daar zit ook al een map met tips bij voor de leerkracht. En ze hebben dus de mogelijkheid om dan de GGD voor ondersteuning te vragen. Dus dan wordt zo snel mogelijk wel wat meegedaan. In de zomer maken de onderzoekers de eerste balans op van de resultaten. Maar ook na de zomer worden er weer tests afgenomen op scholen. Wat was het toch leuk om dit spelletje samen te spelen. Je hebt het hartstikke goed gedaan hoor. Doei!
En dit was Rijnmond Nieuws. Straks na het uitgebreide weerbericht de eerste aflevering van Stille Getuigen. Schrijvers die zelf nog nooit op een plaats van een misdrijf zijn geweest of een sporenonderzoek hebben meegemaakt, gaan in de leer bij deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut. Als bijvoorbeeld iemand onthoofd is, 300 jaar geleden. Dan als die de nekwervels in goede staat zijn, wat heel goed mogelijk is, dan zal ik daar heel goed wat kraslijnen uit kunnen halen van het voorwerp wat is gebruikt om het hoofd van het lichaam te scheiden. Dat is verderop dit uur in Stille Getuigen. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl. Nog een heel prettige dag verder. Dag.